De allernieuwste serie. Later ga ik nog openmaken voor mezelf. Maar ik wil jullie voorrang geven. Al mijn tijd ga ik benutten aan jullie. Dus heb je nou altijd al Pokémon-kaarten willen halen, dan is dit je kans. Wil je dat ik jouw Pokémon-kaarten ga openmaken, dan is het al helemaal een mooie kans. Want check even het linkje in de chat. En daar kan je Pokémon-kaarten bestellen die ik gegarandeerd 100% in deze livestream ga openmaken voor jou. MP2209 en Justine PPP, dankjewel voor je sub. En Justine, boom, de 18 maandjes bijna. 17 zit je nu op, 17 maandjes. Niels Mevissen, dankjewel voor je sub. Sam, dankjewel voor je sub. Trixer Time 7. Dit is Emily. What? 19 maanden sub. Ik wist niet dat we al op de 19 maanden konden zitten, maar jij laat het zien. Hans Glans, 69. Leuke naam. Ook voor jou even een bommetje voor die sub via Prime. Delano, 017. Dankjewel voor je sub. Wordt gewaardeerd. En dan gaan wij eens even knallen, dames en heren. Die hype train is trouwens bezig. En dat betekent natuurlijk maar één ding. En dan ga ik in de tussentijd even alles klaarzetten. De hype train gaat nu vertrekken vanaf trek 1. Vergeet niet in te checken. Yes, dames en heren. De Hype Train. Zeer zeker actief. Hype Train level 3, dankjewel. Ballenknijp Koning, mooie naam, dankjewel voor je sub. Trixer Time, dankjewel voor je sub voor jezelf. Leuke vakantie gehad en zo zeker. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Killer Ghost, dankjewel voor je gifted sub aan Thijs Trip. Oké. En Gaming NL Steuber, dankjewel dat je weer bij bent. Thanks voor die 4 maandjes sub. Het is bloedheet hier in mijn studio. Ik heb serieus al een ander shirtje klaar liggen voor als ik helemaal bezweet ben. Want dit is echt zo'n typisch shirtje. Ik vind hem hartstikke leuk, maar je ziet heel erg zweet. En ik ga sowieso een zweetrug krijgen en zweetoksels, want het is echt hokkenwarm hier in de studio. Holy moly. Honky, dankjewel voor je sub via Prime. Shoutout naar jou. En Koning Kapsalon, wat een goede naam ook. Via Prime. Tuurlijk, dankjewel. Dames en heren, er komen al aardig wat bestellingen binnen. Shoutout naar jullie, dankjewel daarvoor. En we gaan dan ook meteen beginnen met de allereerste bestelling. En als je een bestelling doet, dan komt je naam ook eventjes in beeld, zodat je weet dat het jouw pakketje is. De allereerste is van Ricardo. Killer Ghost 321, dankjewel voor je 5 gifted subs. Dankjewel voor de 5 gifted subs hier in de chat. Wordt gewaardeerd. De allereerste pack. Nu zitten we trouwens op 888 subs. Dankjewel daarvoor. Ik zal even muziekje aanzetten. Hoppakee, goede vibes. Evil. Dankjewel voor je 4 maanden sub via Prime. Wat we als eerste gaan doen, de packs openmaken voor Ricardo. Wat heeft Ricardo besteld? Een ETB, dames en heren. Een ETB. En dat is een Elite Trainer Box. De ETB. Ik leg het maar gewoon elke keer eventjes uit voor de mensen die nieuw zijn, die de afkortingen niet weten. Een ETB is dus een Elite Trainer Box. Pokémon Go. Ik denk dat we het eigenlijk allemaal wel kennen op je telefoon, de app. Heel erg veel gespeeld, zieke hype geweest. Blijkbaar is het nog steeds zo populair dat Pokémon dacht, we gaan er een serie van uitbrengen qua kaarten.
Dus dit is wel echt iets wat ik heel erg tof vind. Want ook allemaal oude Pokémon hebben ze weer terug laten komen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal gaan tegenkomen. Ik weet niet alles precies. Maar ik weet dus al wel dat er een Squirtle in zit. En een Pikachu. Er zit een Ditto in als ik het goed heb. Er zit een Charizard in. Een Venusaur. Een Blastoise. Een Mew. Mew zit erin. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Mocht je dus Pokémon kaarten willen kopen die ik voor jou ga openmaken. Check even de linkje in de chat. Cutie Pie, dankjewel voor je sub. Lorenzo Streaming Kanaal, dankjewel voor je sub. Jelle Goudswaard 2000, dankjewel voor je donatie. Enzo, je bent mijn held. En natuurlijk Thijs hier niet te vergeten. Dankjewel Jelle, shout-out naar jou. Killer Ghost, dankjewel voor je sub op jezelf. Eerst even 5 weggegeven, nu voor jezelf. Dankjewel Killer Ghost. De Molenaar, dankjewel voor je sub. 8 maandjes. En Samantha Tube, dankjewel voor je sub. 7 maandjes. Ja, Samantha is erbij. Oh, dat is een Mewtwo. Ah. Deze ETB heeft zieke promo Mewtwo. Kijk eens eventjes. Oké, dus dit wordt hartstikke leuk, dames en heren. We gaan beginnen met de packs dus van Ricardo. En die heeft dus een ETB besteld. Alles wat je nu bestelt op de website maak ik in deze livestream nog open. Mocht het zo zijn dat ik alle bestellingen heb gehad en ik heb nog tijd over, dan ga ik opnieuw de voorraad bijvullen. En dan heb je kans om weer wat te bestellen. Maar op dit moment gaat het hard, want ik heb echt al aardig wat mailtjes hier binnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ik heb 17 bestellingen al binnen. Dus mocht je wat willen bestellen, dan moet je er snel bij zijn, want het gaat heel erg hard. Laten we eens even kijken. We hebben hier de ETB-box. Ziet er super nice uit. Verpakking. En check even wat we er allemaal in hebben. En normaal gesproken, als het goed is, zitten er 8 packs in. En in deze hebben we... Ik vind die pakjes er zo gaaf uitzien, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En als het goed is, zit er normaal gesproken in een elite trainerbox... zitten er 8 pakjes in. Maar bij deze dus 10. Ik ga eventjes 1 keer laten zien wat er nog meer allemaal verder in zit. En dan later spreekt het natuurlijk voor zich. Het gaat uiteindelijk om de pakjes. Dit zit er nog meer allemaal bij. Je hebt natuurlijk die promokaart die echt heel erg vet is van Mewtwo. Ik zal de code even niet laten zien, mocht Ricardo hem zelf thuis willen hebben. Maar deze Mewtwo is wel echt heel erg tof. Dus die laat ik gewoon in zijn verpakking. Je hebt hier wat sleeves. En je hebt hier een hele stack met energy kaarten, zodat je het spelletje kan spelen. Want er zitten ook dobbelstenen bij. En van die flippo's en een 4-star. Ik dacht dat het een magneet was, maar het is blijkbaar geen 4-star magneet. Was wel vet geweest, maar dat is het niet. Alles is uitverkocht op dit moment. Dat is ontzettend hard gegaan. Shoutout naar jullie, thanks voor de support. En dan ga ik nu druk bezig met alles openmaken. Laten we dat maar eens gaan doen. Eens eventjes kijken. We gaan beginnen met de allereerste pack voor, ik wou zeggen Ronaldo, Sui. Maar voor Ricardo. Jordi234, dankjewel voor je sub. Dat wordt gewaardeerd. En de hype train is nog steeds bezig, dames en heren. Dankjewel. Oké, daar gaat hij. Het allereerste packie, dames en heren. Voor Ricardo. Elf Yourself, dankjewel voor je sub. Wordt gewaardeerd. En Swordmaster, dankjewel voor de 5 euro dono. Yo, Enzo, alles al uitverkocht in de shop. Helaas, ik had graag een grote bestelling gedaan. Misschien als we straks alles hebben gehad, dat ik nog meer op voorraad ga zetten. We beginnen met de allereerste pack dus voor Ricardo. Je ziet hier de Pokémon Go teken elke keer terugkomen rechtsonder. Een supermooie Chansey. We hebben een Spark. Dankjewel voor die hype train, dames en heren. Wordt gewaardeerd. We hebben hier een Onix. Oeh, kijk, meteen even de evaluatie erbij. Oh, Slowpoke, schattig. 1 staart in het water. Magikarp, ziet er super nice uit. Dit is wel echt heel erg sick. Want als ik zo kijk, lijkt dit heel erg op het vijvertje wat ik hier heb in Zeist. Echt heel erg ziek. Dit lijkt echt heel erg op de vijver die ik hier heb. Alsof die foto gewoon hier gemaakt is. Oh, check deze. Je ziet hier de Pokestop ook links. We hebben een supermooie Reverse Ivysaur voor Ricardo. Oh! Wat? Wat een knaller! De allereerste voor Ricardo is een freaking Ivysaur Reverse en een Venusaur Holo. Wat? En op dit moment, as we speak, komen er 5 gifted subs binnen van Eve van Flashcards. Shoutout naar Flashcards. Mocht je nou iets hebben besteld bij mij en mocht je nou hebben gezien op de pagina alles is uitverkocht, kan je natuurlijk ook
altijd Pokémon-kaarten kopen voor jezelf. Bij Flashcards. Maar wauw, wat een heerlijk begin is dit. Dit is niet heel bijzonder voor deze set, wordt er gezegd. Ja, het kan zijn dat deze kaarten gewoon heel veel voorkomen. En dat de kans op een Venusaur veel groter is dan wat het bijvoorbeeld vroeger was. Maar het zijn wel hele mooie kaarten. En dit is de eerste keer dat ik deze kaart zo in het echt zie. En ik vind ze echt heel erg nice. Dus het is een prachtig begin. We gaan die natuurlijk eventjes in hoesjes doen voor Ricardo. En dan gaan we verder met de tweede pack. De eerste pack. Een Ivysaur en een Venusaur. Ja, er zitten natuurlijk wel echt hele bijzondere kaarten tussen. Maar ja, hoe bijzonderder de kaart, hoe moeilijker die te packen is natuurlijk. Maar het lijkt vrij logisch. Harry Barry Clubs, dankjewel voor de 19 maandjes. Ongelooflijk, 19 maandjes. Oké, we hebben een Rare Candy. Even level omhoog geven, Raticate. Larvitar, een Natu. Oeh, we hebben Reverse Snorlax en... We hebben een Holo Snorlax. Hoe mooi is dit? Een Reverse en een Holo. Ja, ik ga sowieso deze set sparen, dames en heren. Ik wil die hele set gewoon compleet hebben. Maar dit is geniaal. We hebben eerst een Ivysaur. En dan een Venusaur. En dan een Snorlax en weer een Snorlax. Maar dan de Reverse en de Holo. Dus dat is echt perfect. Ik zie Jan Maestro zeggen... Een Holo zit in elke pak. In elke pack. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wel de Ditto in de gaten houden, hè? Oeh, mooie art is dit van Slowbro. Zoek Ditto. Hey, Thijs Trip is in de chat, dames en heren. Thijs, Benny. Allemaal even Benny-emotie in de chat. Even die Benny-emotie spammen. Ik ga hem zelf ook even erbij pakken. Waar is die Benny-emotie? Hier is die Benny-emotie. Benny. Mooie man. Oeh, Snorlax Reverse alweer. En, oh, we hebben de Pikachu. Hoe cute is dat? Pikachu. Super schattig. Mooie kaart dit. Leuke Pikachu. Fijn dat we die ook al meteen even packen hoor. Een holo Pikachu. Oké, tot nu toe gaat die lekker. Maar we moeten dus iets van kijken naar een Ditto of zo. Hoe zie je dan dat het een Ditto is? Want ik krijg zo een beetje de signalen van jullie dat een Ditto niet dan precies zo'n Ditto is. Maar dat die vermomd is als een andere Pokémon zoals Ditto doet. Hydro Jansen, dankjewel trouwens voor de 400 bits. En Kelvin 050, dankjewel voor je 4 maanden sub. Hoe deed ik dat de vorige keer ook weer? Oh ja, zo. En Swordmaster, dankjewel voor die 5 gifted subs, baas. Thank you very much. Linksonder Ditto teken. Ah, daar moet je dan naar kijken. Oké, ik krijg nu ook even een appje. Ditto in het reverse slot van de booster. Dan staat er linksonder een Ditto naast het cijfer van de kaart. Oeh, als het Ditto alert is, dan moeten jullie het maar aangeven, oké? Het kan zijn dat ik er overheen kijk en dat zou zonde zijn. Ah, kijk, hier hebben we de Pikachu weer. Super schattig. Spinarak. Ah, kijk, evaluatie van Spinarak. Oh, een Dragonite! Damn! What? Check hoe vet deze is dan. Holy moly, we hebben onze allereerste V-star te pakken. En dat is dan een Dragonite. Gruwelijk. Deze ga ik ook meteen gewoon in een hardcase doen. Keihard. Ricardo, jij hebt packs te pakken hier, jongeman. Ongelooflijk. Wat lekker, hé. Wat een mooi kaartje is dit. Mijn camera moet wel even kappen met dat scherpstellen, dankjewel. Oeh. Check dan, wat een kaart, hé. Gruwelijk. We zijn nog geen eens op de helft van de packs van Ricardo. Oei, oei, oei. Nou, dit belooft echt een super dikke set te zijn. Als ik dit zo zie met al die kaarten. Oké, daar gaan we. Een Rare Candy. Oei, oei, oei. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n gevoel alsof dit weer een hele vette is. Charmander. We hebben een hele vette Onix. Bidoof. Wimpot. Oké. En dan... Oeh, nice. Articuno. Die ziet er vet uit. Het is niet de Pokémon waar ik heel hyped op word, maar... Wel weer even een mooie holo. Maar tot nu toe klopt, Maestro. In elk pakje tot nu toe een holo.
Oh, ik ben vandaag even bij de nieuwe woning geweest. Hey, kijk eens even wat we hier hebben trouwens. Ja, ja. En dan is het mysterie rondom de V-Star. Is het serieus waar dat je bij een V-Star bij Pokémon Go altijd een goede kaart pakt? Dat werd mij verteld. Dat als je een V-Star hebt, dat je dan grote kans hebt op een hele, hele, hele epische kaart. Ik ben heel erg benieuwd of dat zo is. We hebben weer een schattige Charmander. Dit is ook echt super, super vette art trouwens. Dit met al die Pokéballen daar. We hebben een Bulbasaur, de allereerste Bulbasaur die we tegenkomen. Het is wel heel erg mooi dat we dan meteen de set compleet hebben, eerlijk gezegd. Tenminste, de evaluatieset. Kijk eens even, Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur. Dat is een mooi plaatje. Dat is gaaf om te hebben. Oeh, Reverse Zapdos. En dan als allerlaatste, klopt het dat een 4-star geluk brengt? Oh, we hebben wel een 4-card. Ik bedoel, die Dragonite 4-star was meer packluck, maar... dat je live bent, maken we wel even mijn dag. Na een klote bericht van mijn werk, opleiding, stop, contract wordt verlaagd, vind ik dit toch wel een fijne afleiding. Een Bugelgill, dat vind ik hartstikke fijn. Dan ben ik blij dat ik even voor wat afleiding kan zorgen. Sowieso leuk dat jullie allemaal zijn, dames en heren. En alvast een heel, heel, heel erg fijn weekend gewenst. En ja, als je vrij bent en je kijkt dit in je vrije tijd, dan hoop ik dat je een goede week hebt gehad. En dat we op deze manier het weekend goed kunnen beginnen met een heerlijke livestream. Oh, Bidoof zit op de schommel buiten. Magikarp weer bij de bekende vijver. Eevee op de bank. Deze zit ergens bij de werkbank. Oeh, we hebben een Reverse Onix en... Oh, we hebben een Charizard! Holy moly! We hebben een Charizard! De allereerste, dames en heren. Die vliegt hier eens eventjes tussen die gebouwen door. Lijkt wel gebouwen van New York City. Gruwelijk. Dames en heren, de allereerste Charizard. En ik heb dus ook begrepen dat de kans op een Charizard hoger is dan normaal. Dus volgens mij is dit niet de meest bijzondere kaart. Volgens mij, als je echt over een bijzondere kaart hebt, heb je het over de Ditto of de Mew of Mewtwo. Nou, volgens mij de Mewtwo eerlijk gezegd. Maar wat wel heel erg leuk is, om een Charizard counter in beeld te hebben. Dus wat nou als we hier zo, even kijken, als we hier zo naast... In het klein, dus dat is zeg maar hier. Als we hier in het klein kunnen hebben Charizard dubbele punt en dan nu een eentje. Dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel Charizard. Hier, Linktijger die geeft al even een Charmeleon. Hoppakee. Oeh, Ricardo, als jij uit deze 10 packs ook nog voor krijgt om dan serieus... Oh nee, je hebt alles al. Charmeleon, Charmander had je al en een Charizard. Hoe nice is dat? Je hebt alles compleet. We hebben de mooie art van de Slowbro. En dan... Oeh, een holo. Zoals altijd. Het zou wel heel erg nice zijn als we een van die epische kaarten tegenkomen. Oké, daar gaat die Ricardo. Komt zo aan zijn einde. Dit is het ene laatste pakje voor jou. Oh, kijk, hier hebben we een Lure. Hier hebben we de Charmeleon weer. Oh, ik sla er zelfs eentje over. Dat is de Squirtle. Mogen we niet missen natuurlijk. Larvitar. Oh, weer de Bulbasaur. Oké, deze keer een Reverse. En we hebben de Melmetal. In holo. Er was wel redelijk wat veranderd bij een nieuwe woning. Daar had ik het inderdaad nog over. Ik ben even bij de nieuwe woning geweest. Dat was... Wow. Dankjewel chat dat jullie mij helpen herinneren. Want ik vergeet dingen gewoon. Oh my god. Ik ben zo hyped voor die nieuwe set. Ik vergeet gewoon heel mijn verhaal af te maken. Maar ik was bij de nieuwe woning. Toen liep ik even in de nieuwe studio. Toen dacht ik, oh, ik heb hier zoveel zin in. Niet alleen dat de hele nieuwe studio gewoon een upgrade is qua hoe het eruit ziet. Maar de airco, dames en heren. Ik heb nog nooit, en dan ook nog nooit ergens waar ik woonde, airco gehad. En nu heb ik voor het eerst in de nieuwe woning airco op mijn slaapkamer. Airco op de zolder. Airco in de woonkamer. En airco in de nieuwe studio. Oh, want ik zweet me helemaal kapot hier in deze studio. Dat is niet normaal. Maar we hebben een War Turtle. Dat betekent dat we ook al de Bulbasaur en de War Turtle hebben. Nu nog eventjes, kijk, we hebben de Squirtle. Allemaal in één pack weer. Ratata. En dan nu nog eventjes die Blastoise. Dat zou wel heel episch zijn, maar ik denk het niet. We hebben een Blissey. De evaluatie van Chansey. En... Oh! No way! No way! En dat allemaal in één pack! En dat allemaal in één pack, hoe dan? Ik zei het nog, dat zal wel helemaal nooit het geval zijn. Maar check eens wat we krijgen in één pack, dames en heren. Boom! Yes!
Ricardo, de eerste bestelling van de dag. Ricardo, wat een legend. Wat een legend. Check eens eventjes hoe mooi dit is. Ricardo. Gewoon eventjes een Squirtle, een War Turtle en een Blastoise in één pakje. Ik ken iemand die zou zeggen, hoe is het mogelijk, gek? Jeetje. Oh my god, wat sick. Wat ik nu ga doen voor de mensen die nieuw zijn. Ik ga alle kaarten eventjes netjes inpakken. En dan ga ik hem in een envelop doen. Dan zet ik het bestelnummer erop. Dan wordt de envelop verstuurd. Die wordt opgehaald en dan verstuurd door Flashcards. Sowieso een dikke shout-out naar Flashcards. Flashcards is mijn super lieve, trouwe Pokémon-sponsor. En als ik iets gemerkt heb bij Flashcards, is dat het mensen zijn die verstand hebben van wat ze doen. Mensen zijn die betrouwbaar zijn, die super aardig zijn. En daar voel ik me ontzettend thuis. Ik ben één keer bij ze geweest in België. En toen werd ik super lief en hartelijk ontvangen. En dat Flashcards mij de kans geeft om op deze manier mijn eigen Pokémon-kaarten te verkopen die ik voor jullie openmaak. Maar dat zij wel al het handel doen, dat het wordt verstuurd netjes en alles, ben ik super dankbaar voor. Dus echt eventjes een hartje voor Flashcards in de chat. Even dat knolpauwe hartje. Ewa Smurf. Ewa Mick. Wat ik het nog helemaal niet heb verteld trouwens, ga ik even aan jullie laten zien. Ik heb allemaal Pikachu kaarten met een handtekening. Als je iets bestelt, krijg je er altijd een Pikachu bij. Met handtekening van mij. Tenminste, dit zijn alle Pikachu's die ik heb gesigneerd. Dus als deze op zijn, dan zijn ze op. Maar dit is in ieder geval wel genoeg voor deze livestream, lijkt me. En ik heb hier wat energy kaarten, mochten de Pikachu's op zijn. Maar dan weet je dat in ieder geval. Dus Ricardo, Pikachu gaat erbij in. Oké, dat is de allereerste bestelling die compleet is. Gaan we door naar de volgende bestelling. En die is van Jurjan. Jurjan heeft ook een ETB. Ook een elite trainerbox. Hopsakee. Knol power. Boy Sabel, dankjewel voor je sub. Wordt gewaardeerd. Hydro Jansen, ook nog dankjewel voor de 400 bits. Thank you very much. Oké, dit is dus de bestelling voor Jurjan. Kijk eens eventjes. De hele doos met de 10 packs. De 10 packs voor Jurjan. Dan gaan we de allereerste. Let's go. Ashwin4288, dankjewel voor je sub. Later vandaag trouwens ga ik nog eventjes live. De live doorzetten. Ik zou eigenlijk tot 6 uur live gaan. We beginnen met een V-star. Ik ga later vandaag meedoen met een competitie. Dus dat wordt wel echt superleuk. Dus voor de mensen die denken, jullie krijgen alleen maar Pokémon te zien. Wel heel veel, maar niet de hele stream lang. Een Spinarak en dan nu als laatste. En we beginnen voor Jurjan met een... Oeh, een Golisopod. Ik ken deze Pokémon geen eens, ik zal gewoon eerlijk zijn. Ditto? Jullie zeggen allemaal Ditto. Nee, dat klopt niet, toch? Nee, jullie... Een Ditto Spinarak? Nee, toch? Waar zie je die... Oh, ja! Jullie hebben gelijk! Wow! Holy shit, jullie hebben gelijk! Inderdaad, linksonder zit een Ditto. Dit is een Ditto. Dames en heren, dit is een Ditto. Kijk dan. Je kan het echt maar heel klein stukje zien hier zo.
Wow, dat is wel ziek klein, hé. Maar dit is een ditto. Oh, wat sick. Je ziet het amper. Zo, nu heb ik gewoon zin om al die kaarten zo te bekijken. Nu ben ik bang dat ik alleen maar linksonder ga kijken. What? Oké, we hebben hier een ditto spinnerak, dames en heren. De kaart is een sticker, hou op. Meen je dat? Oh, wat? Wat? Check dit. Oh my god. Check dit. Kijk dan. Wat? Ik wist dit niet. Ik wist dit helemaal niet. Oh my god. Wat de heck is dit? Wat? Dames en heren, maak kennis met de ditto. De holo ditto. Wat? Ik ben helemaal perplex. Wow, die ditto heeft zich goed verstopt. Die ditto heeft zich echt goed verstopt. Wat? Wat ziek. Wat ziek dat ze dit hebben gedaan. Oi, oi, oi. Een spinnerak ditto. En dan krijg je dus dit. Dit is dus the way to go. Je ziet het, dames en heren. Je ziet het. Oké, ik ga voor Jurjan. Ga ik hem weer erop plakken. En dan als je hem binnenkrijgt thuis, dan moet je maar doen alsof je voor het eerst het ziet. Oké, kijk. Ik heb hem weer erop geplakt. Dus hieronder zit de ditto. Ik heb hem niet helemaal mooi teruggeplakt zoals je ziet. Ik heb mijn best gedaan, maar... Oké, hier zit dus de ditto onder. Ik doe hem weer in een hoesje. En dan mag je hem thuis weer eraf halen, het velletje. Is dat een goeie? Alsjeblieft. Wat sick dit, dames en heren. We gaan door naar de volgende. Ashwin, dankjewel voor je gifted sub aan Samantha. Samantha die heeft ook een bestelling geplaatst. Superleuk. Oké, daar gaan we, dames en heren. Anders komen we nooit aan alle bestellingen toe. We hebben een Solrock, we hebben een Lure-module, we hebben de Bulbasaur, Numel, Eradicate, de evaluatie van Rattata, Xatu en dan hebben we... Oeh, een Venusaur. En precies zoals jullie zeiden, de Venusaur is in deze set niet zo heel erg bijzonder. Maar het is wel een hele vette kaart, laten we eerlijk zijn. En dankjewel, dames en heren, dat jullie zo super scherp zijn. Precies hetzelfde wat Sander Bean zegt. Super scherp chat hier. Want jullie zagen dus gewoon dat dat een ditto was. Ik had het gewoon helemaal niet gezien, joh. Ik begreep... Heb ik nou een vierkante kaart? Check dit. Deze is gewoon niet goed afgeknipt. Kijk dan, er zit één vierkante kaart tussen. Zien jullie dat? Oké, dit wordt heel bijzonder. Maar we gaan serieus een vierkante kaart packen, dames en heren. We hebben de Steelix hier. Oké, ik ben heel... Hier, kijk dan. Dit zijn gewoon vierkante kaarten. Check. Ze zijn niet geknipt. Kijk het verschil. Kijk, deze is geknipt. En deze hebben ze niet geknipt. Kijk dan, je hebt gewoon letterlijk een vierkante Pokémon-kaart. What the heck? Dit is een error pack. Kijk, deze kaarten vanaf nu zijn allemaal vierkant. Kijk dan, dit is een vierkante. Hier, let op. Deze is vierkant. Kijk, dat is echt vierkante kaarten. Hier, allemaal vierkant. Hé, en deze niet meer. Dat waren ze. Dit zijn de vierkante kaarten hier. En nu hebben we een Gyarados Reverse. En die is gewoon wel gewoon goed afgesneden. En een Blastoise. Tuurlijk. Waarom niet? Blastoise in het Error Packie. Ja, ik zie al allemaal mensen zeggen... Oh, veel geld waard, veel geld waard. Ik heb geen flauw idee. Kijk, dat het op de livestream wordt aangetoond dat het echt zo is... Dat kan het misschien waarde geven. Dat weet ik niet. Ik weet ook niet of we vaker in deze livestream dit soort gekke packs gaan tegenkomen. Maar wat ik doe, al deze vierkante kaarten, Jurjan, die doe ik in een packie. Zo, ik krijg ze ook moeilijk in die sleeve gewoon. Kijk, ik heb alle vierkante kaarten in een sleeve gedaan. Dus als je dan je bestelling thuis krijgt, dan krijg je in één sleeve al die kaarten. En die zijn dan vierkant. Dus volgens de chat moet je ze goed bewaren, want die kunnen veel geld waard worden. Ik weet het niet, ik heb geen flauw idee, ik heb geen verstand van error packs.
Maar ja, het zijn jouw kaarten, dus doe ermee wat je wil. Ik help je gewoon eens even goed te bewaren. Swordmaster 2101, dankjewel voor je 5 gifted subs, baas. Dankjewel, man. Wordt gewaardeerd. Thank you, thank you. Oké, we gaan verder. Dit zijn gewoon weer goede afgesneden kaarten. We hebben een Charmander, we hebben de trainerkaart en we hebben een Melmetal Holo. Dankjewel, dames en heren. 918 subs. Hey Mauricio, groetjes terug vanuit Zeist naar Limburg. Dames en heren, ik kan jullie vertellen dat we weer Error Pack hebben. Dit is een normale. War Turtles ook normaal. Kandela's normaal. Ivysaur normaal. Kijk, we hebben weer Error. Deze zijn weer vierkant, zie je dat? Een vierkante Charmander, vierkante Apom, vierkante Bulbasaur, vierkante Numel, vierkante Raticate en we hebben weer een normale Apom en... Oh, wat een sikke kaart is dit, hé. Holy moly. Woe. Heerlijk. Heerlijk. Ik zie iemand zeggen ditto, dat klopt niet, toch? Nee, jullie moeten mij nu niet gaan pranken. Nee, geen ditto. Maar ik heb geen flauw idee. Ik heb weer alle vierkante kaarten apart gelegd. En dan moet je zelf maar kijken of je dat leuk vindt of niet. We gaan door naar de volgende. Oh, het is rechthoek en zo, niet vierkant. Oké, rechthoeken. Sorry. Bedankt voor het verbeteren. Oké, deze kaarten zijn allemaal normaal. Ja, het is rechthoek. Ik zie het al. Ja. Oké. Ik weet dat de mensen aan het hunten zijn voor linksonder hier, voor de ditto. Blijf dat vooral doen, dames en heren, want ik ga het niet in de gaten krijgen, dat weet ik zeker. Oeh, we hebben een Blastoise Reverse deze keer. Oh, we hebben een Mewtwo! Een Mewtwo 4-kaart, dames en heren. Let's go! Was het niet zo dat dit gewoon serieus een hele dikke kaart is? Een epic Mewtwo. Ik heb hem meteen even in een hardcase gedaan. Ja. We hebben de eerste Mewtwo te pakken. De Mewtwo 4-kaart. Ik vind het een vette kaart. Ik ben niet zo fan altijd van de 4-kaartjes. Maar deze... Oeh. Mag er wezen. Dames en heren, we hebben hier weer een V-star. We gaan kijken. Een V-star. Bibarel. Melton. Magikarp. Charmander. Oh! Wat de heck is dit? Hè? Knolpower. Hydro Jansen. Komt even binnenvallen. De 5 gifted subs. Dankjewel. Hydro Jansen. Oh! Ho, ho, ho. De eerste rainbow van de Pokémon Go. Oi. Melmetal V-Max, dames en heren. Wat een pack is dit. Ik doe hem meteen in een hoesje en daarna in een hardcase. Oeh! Wat een packs, dames en heren. En dan hebben we ook nog eens eventjes die gruwelijke Radiant Venusaur. En dat in hetzelfde packie. En het was een 4-star packie, dames en heren. Yo, deze ETB-box, de Elite Trainer Box, is niet normaal. Er zit een Mewtwo V in, er zit een Radiant Venusaur en een Melmetal V-Max. Gruwelijk. Ik dacht dat Ricardo echt een banger van een pack had. Van een box. Maar Jurjan die zit op dit moment aan top. Die staat op nummer 1 met de 6e Elite Trainer Box. Maar we hebben nog veel te gaan. We hebben een Ivysaur, een Ivysaur Reverse en we hebben een Sylveon. Ja, evaluatie Eevee. Helemaal leuk. Ik krijg te horen de Venusaur ook hardcase. Dus dat ga ik doen. Kijk eens, dankjewel voor het meehelpen, dames en heren. Knolpa. Qua zeldzaamheid ben ik nog niet helemaal up-to-date. Thijs Pim Papa, dankjewel voor de 6 maandjes sub. Tot volgende week op de meet and greet. Hartstikke leuk, zie ik je daar. Een ditto? Zeiden jullie ditto? Die Venusaur is veel waard. Oké, dat is lijp. En iemand, jullie zeggen ditto. Ik zie geen ditto. Welke kaart was een ditto volgens jullie dan? Jullie zitten mij te pranken.
Het is een prank. Ik zie geen ditto. Nee, jullie zeggen allemaal ditto. Het is geen ditto. Ik zie geen ditto. Nee, het is geen ditto. Prank ditto. Elke pack gewoon ditto schreeuwen. Hier, Pokestop. Dit is de eerste keer dat we die hebben. Die vind ik echt superleuk. Een Pokestop. Die had ik gezien al op de promo van tevoren. Oh, volgens mij zie ik een randje, dames en heren. Een randje. Ik zie een randje. Daar gaat hij. Een Blissey. En dan? Oh, de Konkeldurr. We hebben een Kronkeldurr. Hey, Woeze, dankjewel voor de 6 maanden sub via Prime. Dat wordt gewaardeerd. Dankjewel daarvoor. En Gamer Dani. Dankjewel voor de 7 maanden sub. Thank you very much. Hey Enzo, vroeger keek ik je heel vaak. Niet heel veel tijd meer, maar je bent een topper. Dankjewel Woeze. Dankjewel, wordt gewaardeerd. 6 maanden sub ook al. We hebben de Pokestop weer. Charmander, Eevee. Naartoe. En dan als laatste. Oeh, Pikachu. Kijk eens even. Hoe zit het eigenlijk met die Ditto, dames en heren? Een Ditto zit dus verscheld achter een Spinarak. Dat is dus mogelijk, dat hebben we gezien. Dit waren alle packs trouwens voor jou, Jurjan. Dus gefeliciteerd met je prachtige kaarten. Met deze als voorgrond. Heel erg sick. Maar hoe zit het precies met een Ditto? Het kan achter een Spinarak, een Beedove en een Nummel zitten. Ah, oké. Dan weet je ook een beetje dat je daarop moet letten. Er is ook een Radiant, Charizard en Blastoise. Goed om te weten, dankjewel. Oké, dat is sick. Ja, deze packs waren echt dik, Mauricio. Dit Jurjan, die heeft heel veel geluk gehad. Heel erg veel geluk. Ik ga gewoon serieus... Jurjan, ik hoop dat je het goed vindt, maar ik ga gewoon een foto maken van deze kaart. Ik vind hem echt zo sick. Kaboom. Woef. Wat een kaart. Heel erg vet. Oké, Pikachu erbij, alles erop en eraan. Oké, dames en heren, we hebben de bestelling van Ricardo gehad. We hebben de bestelling van Jurjan gehad. We gaan nu over naar de bestelling van... Ebe. E-B-E. En die heeft... Oeh, daar gaan we. Voor de allereerste keer, dames en heren, gaan wij een V-box openmaken. De promobox. Kijk eens even. De Alolan Executor V-box. Er zit dus een mooie promokaart bij, de grote en de kleine. En deze is dus van Ebe. Als je iets koopt, kan je altijd ergens een opmerking bijzetten. En qua opmerking bedoel ik, zou jij een handtekening willen op zo'n promokaart zoals bijvoorbeeld deze? Of wil jij een handtekening hebben op deze grote promokaart? Dan kan dat. Het enige wat je dan even moet doen bij je bestelling is gewoon eventjes toetsen bij opmerking van ik wil graag een handtekening op een energiekaart of ik wil graag een handtekening op dit of dat. Ebe die heeft namelijk gezegd bij opmerking wil je eentje signeren? Thanks brosie, ik ben jouw leeftijd en kan alleen maar bewonderen wat je doet. Hey Ebe, dat is lief man, dankjewel. Ja, je mag er dus ook een compliment bij zetten. maar dank je, ik ga er eentje signeren, komt helemaal goed. Thanks Ebe voor je bestelling. We gaan beginnen. De promokaarten, hoppa, doe natuurlijk deze eventjes in een hoesje. Voilà. Radiant Charizard en Rainbow Mewtwo V-Star zijn de kaarten. Oké, en de Ditto niet, want ik vond dat ook wel echt een hele vette kaart. Oké, daar gaan we. Hier zitten 4 packs in. De Ditto V wel. Ah, oké. Je hebt een normale Ditto en je hebt een Ditto V. Oké. Nou, gaan we eens even een hunt doen naar de Charizard.
Radiant en naar de Ditto. En we gaan even een zoektocht doen naar binnenkort een nieuwe lens of een nieuwe camera. Want ik word helemaal scheidziek van deze niet scherpstellende camera. We hebben een Pikachu, Pidoof, we hebben een Wimpot, we hebben een Bulbasaur, Squirtle, we hebben een Ambipom, als ik hem goed uitspreek. En we hebben een Articuno. En geen Ditto, hè mensen, nee. Er komt nog meer van Pokémon Go uit. Dat zijn allemaal dingen die je wel kan pre-orderen bij flashcards. Maar wat ik nu binnen heb, wat ik nu hier letterlijk heb staan, zijn de ETB's, de V-boxen en de gewoon normale losse packs. En dat is dus ook wat je kan bestellen, wat ik dus meteen openmaak. Dus dan weet je een beetje wat je kan verwachten voor wat ik aanbied. We hebben een Lapras. En we hebben een Blastoise. Dat is niet verkeerd, dames en heren. Een Blastoise Holo. Wat vinden jullie ervan? Dat die Blastoise en die Venusaur, we hebben, en die Charizard trouwens, dat die gewoon een beetje normaal zijn geworden. Want dat is het eigenlijk wel een beetje. Deze holo's zijn wel een beetje normaal geworden nu. Want we hebben nu al volgens mij 4 Blastoise in gewoon 30 packs of zo. We hebben de Ivysaur. War Turtle. CR van Lente, dankjewel trouwens voor je sub. 11 maandjes. Holy moly. Dankjewel voor de 11 maandjes al. Huh, Ditto. Dames en heren, we hebben een Ditto. Hoppakee. En we hebben een Sylveon. Maar we hebben een Ditto. Ik zag hem zelf. Ja, dat kwam omdat het een Spinarak is. En jullie vertelden mij, Spinarak kan een Ditto zijn. We hebben een Ditto. Woo! Lekker, Ebe. Je hebt een Ditto. Boom. Ebe, ik weet niet of je even wat van jezelf kan laten horen in de chat. Maar wil je dat ik hem zo laat of wil je dat ik hem even ga peelen voor de mensen die het nog niet hebben gezien? Ah, Ebe is in de chat. Ik zie je. Met de blauwe naam, Ebe. Moet ik hem peelen, Ebe? Oké, daar gaat hij. Dames en heren, we gaan deze even peelen. Dus even linksonder hier. Even een beetje peelen. Kijk, ik heb hem. Ik heb hem te pakken. Daar gaat hij. Dames en heren, de Ditto. Da-da-da-da. Ta-da-da-da. Hopsakee. Gruwelijk, hè? Oef. Weet je wat ik dan ga doen? Oké, dan heb ik hier een energy kaart. En dan plak ik daar die spinnerak op. Dan denk jij dat je een spinnerak hebt, maar dan heb je een energy. Yo, wat een gekke prank van Pokémon, hè, dit. Kijk, ik heb de spinnerak geplakt op een energy kaart. En dan doe ik de Ditto even los in een hoesje. Kijk, hoppakee. Ditto heb ik los in een hoesje gedaan. En de Spinarak is dus een gele energy kaart. Dan weet je dat. Oei, oei, oei. Wat sick, hè? Hier heb je de Ditto even. Heel vet. Heel erg nice. Welk nummer heeft deze? Nummer 53, oké. Okay. Goed, dat waren de 4 packs. Heel erg sick dat je van die 4 packs gewoon eventjes een Ditto hebt. Dat is wel echt nice. CR van Lente zijn nog bij zijn sub trouwens. Wij hebben vannacht ook 2 ETB's, 6 special box en 2 Eevee box en een 4 box geopend. In 1 doos, 2 rainbows, zo gaaf. Oh, heel sick. Ja, dat zijn mooie dingen. Oké, er gaat ook eventjes een Pikachu gesigneerd bij natuurlijk. Oké, dan gaan we door naar de volgende bestelling. En de volgende bestelling is van Dominique. En Dominique heeft besteld... Hey, Hydro Jansen, dankjewel voor de 400 bits. Hoe laat heb je dat event op Twitch? Ergens tussen 5 en 6 of vanaf 5 en 6. Dames en heren, we hebben hier 4 boosters. Dus dat betekent 4 pakjes. Dus dat heeft Dominique besteld. 4 Pokémon pakjes. Kijk eens even, voilà. Nou, dan gaan we 4 pakjes openmaken. Je kan dus 4 pakjes kopen, 8 pakjes, 12 pakjes of een ETB of een 4-box. Dus dan weten jullie dat.
Oké, 4 pakjes. En ik denk dat je een hele goede hebt, Dominique. Want kijk eens even wat we hier hebben. Ja, ja. We hebben hier de V-Star. En dat betekent of een Ditto of gewoon een hele epische kaart. Let maar op, we hebben een Eevee, we hebben een Pikachu, we hebben de Spinarak. Geen Ditto, dames en heren. Niet pranken. Ik zei niet pranken, dames en heren, maar we hebben de Ditto, oké. We hebben de Ditto, yes. Dubbele prank. En we hebben, een Moltres Holo. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Hoppakee. Een Moltres Holo. En de Ditto, dames en heren, die ga ik gewoon op deze manier nu zo doen. Ik heb hem gewoon in de sleeve gedaan, dan kan je hem thuis zelf peelen. Maar wel heel erg sick, dat je van de 4 packs gewoon al een Ditto hebt. Oké, daar gaat hij. Solrock. Dames en heren. Volgens mij zag ik heel even stiekem een randje voorbij komen. Charmander. Eevee. Oh, Venusaur. Oh, what? Een Tyranitar. En dan een Holo. Maar echt een hele vette trouwens. Die vlammen daarachter zien er lijp uit. Ja, en die Venusaur is gewoon vet. Blijft gewoon een mooie kaart. Oké, we gaan naar het derde packie. Jackie Music Official, dankjewel voor je donatie. Yo Enzo, ik kijk vanavond de stream. Ben lekker in Utrecht, was net opgehaald. Oh, nice. Een 10. Heel sick, Jackie Music Official. Heel nice. Ik zie nu in de chat dat mensen zeggen ze wou na 4 uur opengemaakt hebben. Ja, dat kan ik helaas niks aan doen. Als ik dat nu pas lees, dan is dat wel een beetje laat. Als je bestelt, dan kan ik geen rekening houden met hoe laat ik iets openmaak. Ik zet het live. Deze livestream komt gewoon online achteraf. Dus Dominique kan het gewoon terugkijken. Een 4-star. Dit is al de tweede 4-star van de 4 packs, dames en heren. Dus Dominique heeft... dat is geen Ditto, hè? Niet pranken, dames en heren. Nee, niet pranken. Charmander. Een Chansey. En... een Sylphie. Oké. Nee, ik kan met veel dingen rekening houden. Dus als iemand ergens een handtekening op wil of wat dan ook, kan ik dat allemaal regelen. Maar als ik aan het livestreamen ben en ik zeg alles wat online staat nu op de website, als je dat koopt, maak ik het open. Dan kan ik niet rekening houden met hoe laat ik het open maak. Dat is gewoon, ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik bedoel, ik doe deze livestream hier alleen. Het is niet dat ik hier allemaal mensen heb zitten die alles in de gaten houden of wat dan ook. Ik heb natuurlijk mijn moderators die ik ook echt nodig heb en niet zonder kan. Maar ik kan niet in één keer een heel tijdschema maken met hoe laat ik voor iedereen alles open ga maken. Omdat iemand dan moet eten of dan ergens heen moet. Dat gaat niet lukken. We hebben hier een Tyranitar Reverse en... we hebben als laatste een Holo Lapras. Dus Dominique, ook al was je er niet bij, ik hoop dat je dit terugkijkt en dat je alsnog blij bent met de kaarten. Je hebt in ieder geval een fantastische Ditto. En ik doe natuurlijk even een handtekeningkaart voor je erbij. Dus dankjewel voor je bestelling. MDK zegt, blijf niet aan de gang, hè. Macy29, dankjewel voor de 19 maanden sub. Heel erg bedankt daarvoor, thank you. Oké, dan gaan we naar de volgende bestelling. De volgende bestelling is van... Sander. En Sander heeft 12 Pokémon pakjes. Holy moly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus hij heeft 12 Pokémon pakjes. Maar daarnaast ook nog eens even een 4-box. Dus dat is deze. Laten we eerst maar beginnen met de packs. Met de losse packs. En dan daarna gaan we over naar de 4-box. Maar 12 packs, Sander. Dit... wordt misschien wel een Radiant Charizard. Laten we het hopen voor je. Vulpus, dankjewel. Die zegt, Enzo, gaaf dat je ook op Day One event bent met je Lambo. Zeker, ik ben op Day One World of Cars. Dus dat is wel hartstikke leuk. Daar ga ik met de auto heen. Die kan je dus bewonderen daar op dat evenement. Camera, kom op. De auto staat er heel het weekend, maar ik ben er zelf alleen op vrijdag.
Want ik heb zaterdag en zondag namelijk een meet-and-greet weekend. Dus ik kan er alleen op vrijdagochtend zijn. Een egg incubator en we hebben een... Oeh, een Blastoise. We beginnen lekker. We beginnen lekker, Sander. In Italië was het heel chill. Het was soms wel een beetje te warm, eerlijk gezegd. Maar dat vind ik toch een beetje een soort van knullig om te zeggen. Maar toch doe ik het. Maar als je naar het buitenland gaat, dan ga je natuurlijk ook heen voor het mooie weer. Maar oh, het was soms gewoon 5 of 36 graden. Nou, boah, dat was wel echt, echt heel heet. Maar goed, we hebben het fantastisch gehad. Er komt straks ook weer een vlog online om 4 uur. Die is echt superleuk geworden. En gisteren was er een hele leuke vlog online gekomen van het waterpretpark. Dat was ook nice. Ah, Mauricio, superleuk man. Manerba is echt top inderdaad. Hij is echt om 4 uur online, bizar. Oké, daar gaat die derde pakje voor Sander. Oh, jullie kunnen vast wel begrijpen dat ik echt gek word van deze camera. Damn. Normaal deed hij dat nooit zo erg, maar ik weet niet. Hij is nu een beetje aan het prutsen. Oké, volgens mij zie ik een randje. Dus dat betekent een episch... Oeh, Sander. Sander, maak je borst maar nat. We hebben een reverse slowpoke. En dan nu... Oh, we hebben een Mewtwo V. Dat is de tweede die we packen deze livestream. Maar is een mooie kaart. Boom. Kaboom. Oh, wauw. Dat is wel heel erg bijzonder, Truineerke. Dat is echt heel erg bijzonder. Gefeliciteerd alvast. En heel, heel, heel veel succes. Heel gaaf. Dat is echt bijzonder. Misschien bedoel je die plek Rocca. Daarboven. Slowbro, Magikarp, Eevee, Numel, Raticate, Tranquil, Lure Model en een Melmetal, Holo. Ah, superleuke Swiftijn. Ja, er gaan veel mensen naar het Gardameer hoor, zie ik. Oké, Sander, daar gaat hij. Let's go, let's go. We hebben een Pokestop, War Turtle, Rare Candy, een Rattata. We hebben geen Ditto Spinarak, maar het was wel een Spinarak. Squirtle, Bulbasaur, Reverse en... Oeh, we hebben een Blastoise. Alweer, volgens mij. De tweede Blastoise, daar begonnen we ook mee. Nou, kom op. Die Radiant Charizard, die verdien jij, Sander. Ik ga niet naar het Gardameer, ik ga lekker met de auto naar Spanje. Dat is ook nice. Spanje is wel nog verder rijden dan Italië. Oh, de bel gaat. Momentje. Dames en heren, we hebben een special guest die binnenkomt. Ik ben benieuwd of hij in één keer hier naar binnen komt lopen of niet. Een Pokestop, Natu, Larvitar, Slowpoke, Bibarel, Spark, een Venusaur Holo. Damn. We hebben de Blastoise twee keer.